mensen, welkom bij een nieuwe video. Hieldka Floris en vandaag spelen wij weer Brawl Stars. Voordat ik ga beginnen wil ik even kort iets zeggen, want YouTube doet de laatste tijd een beetje raar. En sommige video's komen niet in de subboxen van mijn abonnees terecht. En daarom hebben sommige video's op het begin best wel weinig views. Dus zorg even voor dat jij het belletje aanstaat, want daardoor krijg jij gewoon een melding wanneer er een nieuwe video online gekomen is. Maar je kan ook gewoon altijd mijn kanaal gaan checken, want om elke dag om 11 uur 's ochtends komt er een nieuwe Brawl Stars video. 11 uur 's ochtends. En om 5 uur in de middag komt er een Clash Royale of Clash of Clans video. En donderdag en zondag om 2 uur een Pokémon video. Dus dat is wel belangrijk, want soms komen die video's niet tevoorschijn, dus dan moet je ze echt gaan opzoeken. Maar dan weet je in ieder geval wanneer er een video aankomt. En ben je nog niet geabonneerd, abonneer zeker. We hebben bijna de 97.000 abonnees. Maar ik zit op mijn account, aflevering, wat is het, 5 of zo van Pro vs Pro in Brawl Stars. Het team van Karel, Delano en Fish hebben de vorige keer het team van Shaki uitgeschakeld, wat heel bijzonder was. En volg ze ook even op YouTube, Karel, Delano en Fish, want ze hebben allebei hele goede YouTube kanalen, gaat allemaal super goed. En die worden nu eens uitgedaagd door het team van Jelle. En Jelle is de beste tik van de hele wereld. Hij staat op dit moment nummer 1 van tik van de hele wereld. En hij zit in het team met, misschien kennen jullie deze speler nog wel, de nummer 1 Piper van de wereld. Dus dat is mega ziek. De nummer 1 Piper met de nummer 1 tik van de wereld gaan samen dus in Pro vs Pro tegen het team van Delano, Karel en Fish. Jongens, ik ben zo weer terug met het allereerste potje van deze Pro vs Pro. Het eerste potje van Pro vs Pro is begonnen. Je kan hier zien aan de onderkant, sorry, ik was iets later, Jelle en Capo Masqué, die konden we helaas niet vinden op de leaderboards. Hij zou eerst met een ander iemand spelen, Jelle. Maar die kon op het laatste moment niet. En natuurlijk aan de bovenkant kennen we nog allemaal Karel dus, Fish en Delano. En we gaan gewoon heel erg kijken hoe dit gaat verlopen. We beginnen natuurlijk met de eerste game mode en dat is Gem Grab. En Jelle's team staat er lekker voor. We hebben nu 8 steentjes. Die Capo die staat lekker te vlammen daar aan de onderkant. Die pakt nu het 8e gem alweer. En daar is... daar is hij dood. En dan moet Jelle heel snel gaan vluchten. Probeert hier Delano te killen. Dat lukt. Oei, maar een hele mooie kill van Karel. Een hele mooie kill. En dat stopt het aftellen. Maar daar... Maakt Peur een kill en pakt zo snel mogelijk alle gems op. Maar hij mist er eentje. Hij heeft er nu 9 op dit moment. Dus niet gelijk alle gems. We gaan even kijken hoe dit allemaal gaat verlopen. Er zijn natuurlijk balletjes gekomen. Sandy is nu beter. Je ziet ook dat nu Delano met Sandy speelt. Jelle wordt daar flink op de druk gezet door Fish en door Karel. Maar overleeft het. En er staat nu 9 tegenover 5. Maar nu heeft het team van Fish steeds meer controle over het midden. Daar wordt Delano gegrepen. Maar op een of andere manier overleeft hij het. Heel goed gespeeld. Nee, gaat toch dood door Capo. Gaat toch dood door Capo. Het staat nu 9-7. Oei. Een heel, heel erg spannend einde. Daar gaat proberen Jelle nog iets te doen. Maar kan nu niet heel veel. Gebruikt ze super en gaat daar neer. Peur heeft nu de 10e gem te pakken. Maar ze moeten nog een beetje in het midden blijven. Want natuurlijk blijven er nu gems spannen. En anders staat het straks 10-10. En dan heeft het team van Jelle daar helemaal niks aan. Mooie kill van Jelle. Daar nog maar 6 seconden. Nu moet Fish de laatste gem pakken. Die pakt de laatste gem. Springt op tijd weg. En het staat nu 10-10. Mega spannend eerste potje van Gem Grab, jongens. Mega spannend eerste potje. Daar, het team van Jelle heeft de 11e gem te pakken. Maar moeten natuurlijk nog steeds bij binnen blijven. Ze kunnen niet vluchten. Want dan kan het team van Fish gewoon de laatste 2 gems pakken. En dan staat het weer gelijk. 12-10. Daar komt een volgende gem. 11-10. Oei, in 3 seconden. Ze moeten nu druk zetten. Gaat het lukken? Nee. Het eerste potje is gewonnen door het team van Jelle. En er staat nu 1-0. Ik ben zo weer terug bij het tweede potje. Trouwens, ik ben helemaal vergeten te vertellen dat de Gil sowieso niet mee mag doen. Die hebben we besloten om eruit te halen. Omdat het best wel een nieuwe knokker is. En daarnaast zijn de 2 bands van beide teams. Ems en Sprout. Dus Gil, Ems en Sprout gaan we niet zien in deze Pro versus Pro. En we gaan even kijken hoe dit gaat verlopen. 1-0 dus voor het team van Jelle. En we gaan even kijken. Peur is nog steeds met Pam. Jelle nog steeds met Rosa. En Captain Capo nog steeds met Jean. Dus geen verandering aan de kant van Jelle. Daar, Messel, die is geswitcht naar een B. En Meslano is Brock nu. En Fish is nog steeds Piper. We gaan kijken hoe dit gaat verlopen. Daar heeft Capo wereld 3. En Capo speelt heel erg sterk. Die kan ik niet laten zien op de leaderboard. Maar het is wel een hele, hele goede speler. Die speelt ook heel sterk. Heeft nu gewoon 3 gems te pakken. En Fish heeft ook 3 gems te pakken voor zijn team. En wat je dus ziet in het team van Fish is dat er allemaal range knokkers zijn. Piper is natuurlijk range. Brock is range. En
B is ook heel erg range. Dus dat is een beetje tactiek van het team van Fish. Die nu onderhand achter staat met 4-3. Maar daar pakt Fish gelijk twee steentjes op en staan 5-3 voor. Ze hebben, Fish heeft ook zijn special. Die gebruikt hij nu om het natuurlijk wat open te maken. Want dat is super chill om zo'n Pam of om zo'n Jean te gaan snipen. Wel moet natuurlijk Fish oppakken, oppassen dat hij niet gepakt wordt door Capo, want Capo kan natuurlijk Fish gaan grijpen. En ja, dan zit hij al in het probleem, want dan is hij gelijk zijn gems kwijt. Dus nu op dit moment zijn er 12 gems op het veld te vinden, maar natuurlijk de gems zijn verdeeld per speler. Daar gaat Capo. Pak nu 7 gems en pak de voorsprong. Oei, daar is Fish neer. Als nu Pur kan pushen, Pur kan gaan pushen. Probeert de gems te pakken en het is aftellen geblazen en het team van Fish moet nu komen. Daar grijpt Capo naar Karel en B is neer. Daar hebben we alleen nog Brok over en we hebben Piper over. Er moet nu druk gezet worden door het team van Fish. Maar ik denk dat ze dit niet meer kunnen winnen en ik denk dat het team van Jelle de 2-0 in Jam Grab gaat maken. Ja hoor, dat gaat gebeuren. Jelle wint de eerste game mode Jam Grab met 2-0. We zullen nu terug bij de tweede game mode Knokbal. Eerste potje van Knokbal is gestart. En het team van Fish had de Jam Grab van vorige aflevering met 2-1 gewonnen. Dus dit is niet heel erg chill voor het team van Fish. Ze zijn namelijk normaal gesproken heel erg sterk in Jam Grab. Maar we gaan door. Pur speelt weer met Pam. Jelle met Brok en Capo met B. En je ziet dat Delano met Pam speelt. Met Pam speelt, sorry. Karel dus met B. En Fish met Brok. Allemaal dezelfde knokkers. Dus dat is wel opvallend. Denk ik ook wel dat dit gelijk de beste composition is voor deze map. Maar daar, hele mooie kill van Karel. Gaat hij de bal passen naar Fish of wacht hij even tot Delano komt? Nee, wacht eventjes. Je wil nog een extra kill. Mooie kill van Fish. Ja, dit is waarschijnlijk de 1-0. We gaan even kijken. Kan Karel scoren? Nee, hij kan niet scoren. Maar daar mooi gebruik gemaakt van de gadget. En 1-0 voor het team van Mr. Fish. Heel mooi gespeeld daar. En daar gebruikt Karel zijn gadget. Gebeurt niet heel veel met die gadget. En we gaan even kijken hoe dit voor de rest gaat lopen. Beide teams proberen elkaar te hitten. Pur en Delano zijn erbij. Ik kijk op dezelfde plek. Zetten ze die heel station neer. Dat is wel heel erg toevallig. Wat trouwens heel chill is voor het team van Fish is dat de verdediging helemaal al open is. Dus misschien kan Karel nu gaan scoren. Want hij heeft een super. Als hij nu de bal weet op te pakken, dan kan hij waarschijnlijk gaan scoren. Daar gaat de bal. 2-0. Een mega snel eerste potje van Knokbal. 2-0 gewonnen door het team van Mr. Fish. En die staan nu 1-0 voor in de game mode Knokbal. Ben zo weer terug bij het tweede potje Knokbal. Tweede potje Knokbal is gestart. En als het team van Fish dit potje wint, dan hebben zij deze game mode binnen. En we zien dat Jelle nu met meneer P speelt. En dat is de enige verandering in het team van Jelle. Het team van Fish is hetzelfde gebleven. Daar, mooie kill van Karel. Karel gaat pushen voor de bal. Karel speelt heel sterk in deze Knokbal. Deze knokbalpot. Daar gaat met Delano. Mooie kill op Pur. Dit zijn een paar hele goede kills van het team van Fish. Daar springt Fish eroverheen met zijn gadget. En Capo springt er ook overheen. Maar dat was misschien niet zo handig. Maar daardoor stond de goal volledig open. En een hele snelle 1-0 weer van het team van Fish. Die echt nu on fire is op de game mode knokbal. We gaan even kijken hoe dit verder gaat verlopen. Daar gebruikt Fish zijn special. Probeert daar Capo uit te schakelen. Lukt niet helemaal. Karel probeert weer die bal te pakken. Want dat doet hij de hele tijd heel erg goed. Daar heeft hij weer de bal. Paast u de bal naar voren. Daar zit Capo de problemen. Mooie kill weer van Karel. Die echt on fire is in deze knokbal, jongens. Die zit maar te hitten. En die loopt maar te hitten. Ongelooflijk. Daar gaat Mr. Fish. Gaat even het goal openmaken. Waardoor er mega veel ruimte is voor zijn team om te scoren. Daar komt Delano weer. Die heeft het meeste levens natuurlijk. Dus die kan best wel eventjes een bal gaan oppakken. En een beetje gaan lopen. Daar lopen we met Delano. Paast de bal naar voren. Probeert meer druk te zetten. Lukt niet helemaal. Karel bijna neer. Delano gaat proberen te scoren. Paast naar Fish. Kan Fish het afmaken? Wauw. Weer een zieke gadget gebruikt van Fish. Die speelde ook trouwens heel erg sterk op deze game. Moet je trouwens kijken. Karel heeft gewoon rank 35 gehaald met B. Zo goed is hij met B. En we zagen het ook. Het viel mij ook op hoe goed Karel met B speelde. Maar een 2-0 overwinning voor het team van Mr. Fish. Dus het staat weer 1-1 in game mode. Ik ben zo weer terug bij Bounty. Het eerste potje Bounty is gestart. Staat 1-1 in game modus. En we hebben deze map weer, jongens. Deze zieke map. Ik weet bijna zeker dat beide spelers, ja, inderdaad, met Tara gaan spelen. Het is de gadget. En altijd bij de gadget loopt hij een beetje vast als de teams de gadget gaan gebruiken. Omdat er gewoon zoveel bosjes veranderen qua pixels. En ja, welke iPad je dan ook hebt, vaak loopt hij dan een beetje vast als je ernaar kijkt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. Wel weer een leuke. Mensen vonden deze map heel erg leuk om te zien. Dus daarom hebben we hem weer teruggebracht. En spelen beide dus met Bo. Ja, gewoon helemaal dezelfde composition. Twee Brokken, twee Tara's en twee Bo's. Die Bo's natuurlijk, omdat die special totem heel moeilijk te vinden is
voor de tegenstanders, omdat er zoveel bosjes zijn. Dus dat is de gedachte daarachter. Brock gewoon voor afstand en voor damage. En dan Tara natuurlijk om door die bosjes heen te kunnen kijken. Daar springt Jelle net op tijd weg, want daar is hij bijna dood. En mooi van Fish daar de totem gevonden van Bo. Het staat nu 2-4 voor het team. 4-2 voor het team van Fish. En daar gaat proberen Karel druk te zetten op Capo. Capo rustig even naar achter. De totem van het team van Fish staat er nog steeds chill. En hopelijk voor het team van Jelle kunnen ze die totem even gaan pakken. Daar, het totem van Jelle is ook weer neer. En ze zijn rustig aan het verzamelen. Rustig aan het verzamelen. Daar probeert Karel even te checken of ze daar in de bosjes zitten. Daar een mooie hit van Jelle op Karel. Maar natuurlijk nog niet gelijk dood. Daar stapt Karel in de val. Maar gaat ook nog niet gelijk dood. En daar nu een beetje druk wordt er nu gezet door het team van Jelle. Ze moeten ook haast wel. Ze moeten ook haast wel. Want ze hebben nog maar 30 seconden om deze achterstand goed te maken. Daar blijft het team van Fish bij de totem staan. Hebben bijna alle drie alweer hun special. Wat natuurlijk heel erg handig is. En dit speelt het team van Fish gewoon heel erg sterk. Maar er komt waarschijnlijk nog een laatste push aan van het team van Jelle. Maar die push moet wel snel gaan komen. Want er zijn nog maar 18 seconden te spelen. Daar wordt de gadget gebruikt. En dan gaan we even kijken. Oh, dat is de gadget van het team van Fish. Daar de gadget van het team van Jelle. 11 seconden. Kunnen ze nog ergens een kill maken? Er wordt nu veel gespamd. Daar, Delano bijna neer. Maar nee, juist de kill van het team van Fish. En dit is GG. Heel erg sterk gespeeld. Wat het... Oh nee, daar... Nee, 8-2. Toch wel 8-2. Heel erg sterk gespeeld van het team van Fish. Ze bleven rustig. Winnen het eerste potje bounty. We zijn weer terug bij het tweede potje bounty. Tweede potje bounty is gestart, jongens. En wat heb ik hier zin in. Zijn er dingen veranderd qua knokkers? Nee, dit is dus kennelijk echt de beste opstelling. Maar het team van Jelle moet gewoon veranderingen maken in de manier van spelen. En dan kunnen ze misschien... dit potje winnen. Maar als het team van Fish natuurlijk wint, dan, ja, dan is het team van Jelle best wel een probleem. Want dan moeten ze nog maar één game moeten winnen om deze Pro vs Pro binnen te halen. Maar we gaan even kijken. Beur staat daar bij de totem. Probeer wel te doen. Jelle, zet daar druk. Oei, maar wordt heel netjes gekild door Mr. Fish. En het team van Fish staat al 5-0 voor. En ze hebben de vorige... Nee, de vorige bounty had het team van Fish verloren van de vorige Pro vs Pro. Dus dat is wel heel erg opvallend dat ze nu echt flink aan het domineren zijn. Mr. Fish staat bij die totem. Langzaam maar zeker heeft hij bijna weer zijn special. Daar, korte gadget gebruikt door Pur. Probeert in de buurt te komen. Maar nee, ze wordt alleen maar extra gekild. En staan nu zelfs 7-0 achter. Maar Capo staat daar wel heel sneaky. Capo staat wel heel stiekem. Volgens mij weet het team van Fish niet dat Capo daar is. Gaat hij nu een verrassingsavond doen? Ja, die gaat het doen. Maar ik denk dat hij zelf doodgaat. Ik denk dat Capo zelf doodgaat. Die probeert daar nog de mijnen neer te leggen. Maar nee, die gaat zelf dood. We staan nu gewoon 9-0 achter. Het team van Jelle staat 9-0 achter. En Jelle wordt nu snel ook onder druk gezet. Daar strapt Karel wel even in de val. Maar ja, hoe ga je 9-0 goed maken? Hoe ga je 9-0 goed maken? Nou, eigenlijk misschien door Mr. Fish te killen. Want die heeft heel veel stenen. Daar gaat Delano bijna neer. Maar op een of andere manier is Delano nog steeds niet neergegaan. En er staat al 13-0. Letterlijk alle kills zijn gevallen door Fish. Die echt uit... Ja, die speelt gewoon echt heel erg sterk. Deze Pro vs Pro. Fish heeft letterlijk alle kills gemaakt van het team van Fish, Delano en Karel. Het team van Jelle probeert nog terug te zetten. Maar ja, volgens mij als ze nu zelfs alle drie de spelers één keer killen, is er nog niet genoeg. Is er nog niet genoeg. Ze hebben wel pech, want heel vaak die Delano is die al 2 keer bijna neer geweest. Maar hij weet steeds te ontkomen aan de kogels van het team van Jelle. Heel goed gespeeld van het team van Fish. En dit gaan ze zekerste weten niet meer goed maken. Nee hoor, het team van Fish komt na een 2-0 verlies bij Jamcrab. Komen ze volledig terug door middel van knokbal met 2-0 te winnen. En door middel van Bounty met 2-0 te winnen. En we gaan zo door naar de laatste, misschien wel de laatste game mode, overval. Maar in ieder geval staat het 2-1 in game modes voor het team van Fish. Het allereerste potje van overval is begonnen, jongens. Oei, 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 oei. Dit wordt spannend. Dit wordt spannend. Het team van Jelle moet deze game mode winnen. Als ze nog deze Pro vs Pro willen gaan winnen. Daar, het team van Jelle speelt met een Spike, met een Colt en met een Brock. Het team van Fish speelt met een Daryl, met een Brock ook en met een Bibi. Oké, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat verlopen. En ik ben best wel verrast door die Colt. En gaat die Colt het winnen? Ja hoor, Capo wint het. En ik ga nu denk ik zijn special gebruiken op de kluisje. De eerste damage komt van het team van Jelle. Mooie kill daar van Pur. Op, ik weet niet precies op wie het was. Volgens mij op Delano. Maar daar, oei, daar zit Karel op de overvalkluis. Dit is niet best. Dit is niet goed voor het team van Jelle. Karel doet extreem veel damage. En heeft de kluis naar 53% in zijn eentje gebracht. Hele goede avond daar van Karel. Ondertussen heeft het team van Jelle wel de kluis aan 66%. Dus het is nog best wel
best wel close. Maar een goede keuze daar om Daryl te zijn. Want die doet heel snel natuurlijk heel veel damage. En kan met zijn special gewoon naar de kluis boosten. Dat gaat hij nu waarschijnlijk weer doen. Daar gaat Karel weer, jongens. Ojojoj, Karel is in vorm. 25%, 22%. Dit is GG, denk ik, jongens. Dit is GG. Fish probeert nog te hitten. Ja hoor, het eerste potje is erg snel gewonnen door team van Mr. Fish. En wat dus betekent, als team van Mr. Fish het volgende overall potje gaat winnen, hebben ze gewonnen. Deze Pro vs Pro met 3-1 in game modus. Dus nu moet het team van Jelle gaan winnen. Ik ben zo weer terug bij het tweede potje van overval. Tweede potje van overal is gestart. En het team van Fish is echt on fire. Die hebben nu 5 potjes op rij weten te winnen. En Pearl speelt weer met Pam. Dus die is geswitcht. En Jelle speelt met Daryl. Ik zei net ook al, Daryl speelde heel erg lekker. En het team van Fish heeft niet gechanged. Daar gaat Delano. Gaat kijken of hij de kluis kan gaan raken. Ja hoor, die is flink de kluis aan het raken. Oei, 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 oei. Dit is niet best. De Pearl moet ook oppassen dat hij niet gekild wordt. Dit is GG. Het team van... Of nee, een base race. Er komt een base race. Wie wint het? Wat de hel? Het team van Jelle. Ik dacht dat het GG was voor het team van... Nee, het team van Fish heeft gewonnen. Het team van Fish... Hè? Zo, er was een base race. Ik moet hier bijna terugkijken. Maar het team van Mr. Fish heeft gewonnen. En hebben nu 6 potjes dus op rij weten te winnen. Wat de hel? Ik dacht dat het team van Jelle aan het winnen was. GG. GG, het team van Jelle heeft dus verloren met 3-1 tegen het team van Mr. Fish. En super bedankt iedereen die dus weer wou meedoen. En ja, 2-0 won Jelle dus Jam Grab. En daarna hebben ze 6 potjes op rij weten te verliezen. Niet normaal, ik ga zo nog even een paar potjes doen om de video wat langer te maken. Zodat jullie niet aan de lengte van de video kunnen zien wie gewonnen heeft. Ik ben zo bij jullie terug. Ik ga even zo de showdown doen met Gene. En we gaan gewoon even kijken of we wat kunnen gaan winnen. We doen gewoon eventjes 3 potjes. 3 potjes om de video dus eventjes nog wat langer te maken. Maar ongelooflijk, jongens. Wat een gameplay net. Ik dacht echt dat het team van Jelle misschien wel deze Pro vs Pro zou pakken. Na die 2-0 dominatie op Jam Grab. En toen, ik weet niet wat het team van Fish gedaan heeft. Die hebben de knop omgedraaid of zo. Maar daarna gewoon dus 6 potjes op rij gewonnen. Echt insane, jongens. En ik hou echt van Pro vs Pro. Wie moet ik gaan inviten voor de volgende Pro vs Pro? Ik zat al te denken aan Sir Nielsen. Maar hij is wel meer een duo-speler. Dus dat duo is wel heel echt... Oh nee, duo is wel echt iets heel anders natuurlijk dan 3 tegen 3. Maar misschien Sir Nielsen als hij wil. Ik heb ook nog wel andere mensen gezien. Sugar Snort zeiden wat mensen die ook heel vaak op nummer 1 staat van de... van Nederland. Dus misschien die wel. Shadows is voorbij gekomen. Ik moet gewoon een beetje gaan loeren wie ik ga inviten voor de volgende Pro vs Pro. Ga ik deze Gene gewoon grabben? Ja, ik ga hem gewoon even grabben. Want dan heb ik gewoon sowieso hem gekilled. Bijna ben ik zelf dood gegaan. Ik moet even oppassen. Want ik moet niet nu opeens dat in deze bosjes een bepaalde klokker zit. Ja, die me gaat pakken. Ik ga even weg van die Piper. Ik ga eventjes een beetje naar dit hoekje toe. Ik kan denk ik Brock wel pakken. Maar ik weet niet of ik hem dan... Of ik het dan win. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Maar ik ben een beetje bang om die Brock te gaan pakken. Dus ik wacht het eventjes. Ja, voor mij wil die samenwerken. Er zijn echt nog 7 knokkers levend. Terwijl letterlijk voor mijn gevoel echt alles... ja, toch best wel een kleine map nog is. Daar is een boel. Die gaat sowieso dood. Die boel gaat het sowieso niet winnen. Sowieso Dynamite en Tick zijn ook wel echt goede knokkers voor op deze map. We moeten nu sowieso gaan oppassen. Ik ga deze Tick grijpen. Ik ga deze Tick grijpen. Hoppatee, hoppatee. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Daar komt een special. Oei, daar heb je ook een Piper. Nog 5 over. Ah, oh, wat een ontwijkingskills. Wat een ontwijkingskills. Ik ga niet die Brock grijpen. Dat zou niet best zijn. Ik moet nu nog even zorgen dat ik gewoon veel levens erbij krijg. Ik speel best wel oké eigenlijk, dit potje. Piper gaat denk ik straks... Oh, 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 oh nee, oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Oei, dit is echt pijnlijk. Ik moet die Piper gaan grijpen. Ik wacht even tot ik iets meer levens heb. En dan ga ik Piper pakken. Hoppatee, nu. Ja, 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 ja. Oh nee, 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 dan springt ze in de lucht. Ja, snel pakken. Oh, die Piper moet sowieso nu neer. Ik ren weg voor mijn leven. Oh, ik word waarschijnlijk derde. Ik word waarschijnlijk derde. Ik wacht heel even. Misschien gaat die boel... Oh, tweede. Kan ik winnen? En die boel moet nu mij druk gaan zetten. Als hij slim is. Als hij... Ja, nee, let's go. Ah, tweede geworden. Alsnog best prima. Met Gene dus. Weet je wat? Ik laat gewoon even... Ik ga gewoon nog een potje spelen met Gene. Of even met een andere knokker. Moet heel veel kijken welke opdrachten ik klaar heb staan. Deze video is trouwens volgens mij eerder opgenomen dan de video die jullie gisteren hebben gezien. Weet je wat? Ik ga gewoon nog even een potje met Gene. Ik ben heel erg bezig ook om mijn knokkers naar 500 trofeeën te gaan pushen. We gaan even nog een potje spelen. Nog eentje dan. En daarna gaan we gewoon de video eindigen. Hopelijk kunnen we gewoon weer tweede of misschien wel winnen.
Op zich vind ik G niet een hele slechte knokker voor deze map. Deze map heeft het namelijk wel gewoon wat range nodig. Je zag ook veel pipers, je zag ook een brok. Maar je kan ook best wel op short range winnen. Natuurlijk, want op het einde heb je gewoon alleen dat plateautje. En dat is best wel short range. Dus Boel won bijvoorbeeld gewoon net het vorige potje. Je moet eigenlijk een knokker hebben die een beetje tussenin zit. Die gewoon op short range goed is, maar ook wel long range kan. Dat is eigenlijk denk ik de beste. Maar ik weet dan niet precies welke knokker je daarvoor moet kiezen. En ik kies gewoon G, omdat mijn knokker is nu die het dichtste bij 500 zit. Dus daarbij ben ik lekker aan het pushen. Waar zit die Mortis nu, jongens? Die Mortis staat voor mij nog ergens in de bosjes. Ik weet niet of ik het win van Mortis. Ik denk eerlijk gezegd wel. Wat mij opvalt trouwens is dat het echt heel langzaam gaat. Letterlijk nog steeds 10 knokkers over. Terwijl we toch wel best wel een tijdje al aan het spelen zijn in dit potje. Daar Mr. P. Ja, ik weet niet wat ik van Mr. P moet vinden. Hij zet druk op mij en hij gaat gewoon nu... Oh, ja, die gaat gewoon winnen. Zo, ik ben gewoon 10e geworden. Damn, dat is niet best. Dat is niet best. Min 5. Zo, maar dat was echt een raar potje. Weet je wat? We gaan gewoon even nog eentje doen. We kunnen niet eindigen met een 10e. Dat was echt even 9. Ik had die Mr. P totaal niet moeten pushen. Maar ik weet niet wat daar ook helemaal gebeurde. Het was echt een raar potje. Het was echt een raar potje. Aangezien, ja, letterlijk. Het potje was al lang begonnen. En letterlijk nog steeds waren er 10 knokkers levend. Ik moet nu even op gaan passen, want die B zit sowieso hier ergens in die bosjes. Nou, ze verschuilt wel goed voor mij. Ja, daar zit ze. Oh, ik ben weer bang dat ik nu weer ga verliezen. Oh, niet best. Ik durf het even niet helemaal aan, jongens. Ik weet dat ze nu de special heeft. Ik loop gewoon eventjes een beetje weg. Ik ga gewoon even deze doos pakken. Ik wil niet weer nu verrast worden door zo'n aanval. En dat ik dan opeens ook weer 10e word. En dan heb ik gewoon min 10. Dat is gewoon niet best. Oké, 7 knokkers. Dat scheelt al. Ik weet dus niet of ik het win van die B. Dat is een beetje mijn ding. Ik weet niet of ik het win van die B. Oh, kunnen we gaan... Dat was niet slim. Dat was niet slim. Hoppatee, let's go. Nu is wel binair. Dat was echt een hele domme grijp. Het was een goede grijp geweest als ik haar had gepakt. Maar natuurlijk, ze was in de bosjes. Dus dan kan die grijp je niet echt goed pakken. En daardoor pakte ik gewoon de doos. Dat was echt gewoon totaal niet slim. Even oppassen voor die Frank. Hopelijk gaat hij me niet te veel pushen. Ja, ik moet wel een beetje gaan oppassen. Dat ik dit... Oh, snel naar deze kant. Nice, oké. Die Frank ben ik nu weg van. Ik kan wel een beetje hem gaan hitten totdat ik mijn special heb. Dat scheelt dan alweer een beetje. Daar heb ik in ieder geval nu mijn special. Ik kan hem nu wel gaan grijpen, maar dat heeft denk ik niet heel veel zin. Daar hebben we een Ems in het midden. Oké, die kan ik wel heel goed grijpen. Wachten. Ik ga... kan ik er nu bij? Ja, nu wel. Nu sowieso. Let's go. Die Ems is natuurlijk heel chill om te grijpen. Oh nee, en dan word ik weer verrast. Dit gebeurt mij zoveel. Ik wist wel dat er een Jackie was hoor, maar ik dacht dat hij een beetje meer gefocust was op Frank. Nou ja, ik ga hier bij de video eindigen. Bedankt voor het kijken. Het gaat natuurlijk meer om de Pro vs Pro. Dit is meer om even de video wat langer te maken. Jongens, ik hoop dat je een leuke video hebt kijken. Zie je me in de volgende video en tot dan mensen.